Yo, jullie hebben allemaal vast wel eens van die momenten gehad op YouTube dat je gewoon een of andere auditie van iemand zat te kijken. En voordat je het wist, was je opeens alweer een uur verder. We hebben dus allemaal wel eens dat soort momenten gehad, waaronder ik dus. Om die reden heb ik dus vandaag de top 10 meest verrassende Got Talent audities voor jullie. Ja, let's go. Allemaal welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb in deze top 10 geen zangvideo's gestopt, want dan zou je echt waarschijnlijk alleen maar opera gezang en zo zien. Dus ja, geen gezang, maar wel erg interessante video's. Ik heb ze ook niet echt bepaald in de volgorde gedaan van naar maar ja, goed, laten we maar meteen beginnen. Op nummer 10 hebben we een best spectaculaire salsa van Perry en Nico. Fastest routine I've ever seen. Die had je vast niet verwacht, hè. Op nummer 9 hebben we een Asian brother. Yeah. Kenichi Ebina met... Ja, je moet zelf maar zien wat het is. Good luck, have fun. Thank you. Thank you. Ik vond het allervetste moment toen hij zo helemaal plat op de grond lag en toen weer opstond met alleen zijn benen. Dat was gewoon serieus mindblown. Nummer 8 is misschien niet heel verrassend, maar ik vond hem zelf echt heel cool, dus ja, hij moest er gewoon in. Come on, boyband. Let's lift this roof. Nummer 7. Dieren blijken het altijd goed te doen, maar dit is toch wel echt bijzonder. Mark Metra en zijn hond. Hey, you can say good evening.
You speak English? It's my night. Come on, hey, say something. No. What? Why not? It's fantastic. Come on. Presency Dutch. Yes. Oh my God. No, no. Listen, English. Si. Spanish. Oui. Français. Okay. Okay. Hey, Wendy, listen to me. You think I am stupid? Yes. This is brilliant! I want one! So, well, you don't want to speak anymore? No. Okay. And now? Oh, yes, I want. You know how to sing? No. What? Yes, yes, yes. Good. Okay. Well, we listen to you. Meow. It's bow wow, eh? You understand? Meow. Yeah. Music, please. We're going to sing something for you, all right? Okay, don't look at me. Look at the audience, like that. Feelings, come on. Feelings. Nothing more. Nothing more. More. Trying to forget. All together, okay? No. Please, come on. It's pretty good talent, okay? All together. Feelings. Ay, ay. Feeling. Oh, my God. Deze act was meer comedisch. Maar nu dan, nummer 6. Van deze ga je echt denken, hoe is dit mogelijk? Op nummer 6 hebben we Darcy ook. Hebben we een vrij schattige, maar toch vrij felle jonge dame. De Karate Kid Jessie. Okay, good luck. Thank you. Dinky little thing. Wow!
Nummer 4, een rollerskate act. Ja, rollerskates, wat kan je daar nou mee doen? Let maar gewoon op. Deze act laat zien dat oude mensen zeker wel wat moves hebben. I want dance, don't ask me. I want dance, don't ask me. De kleuren van mijn logo. Ja, dat is alles wat ik te zeggen heb. Go. Thank you.
Nummer 1. Dit is denk ik toch wel de meest verrassende van allemaal. Geniet van de Chip and Dabbles. Here we go. It's all yours. Have fun. Good luck. Hello. And who are you? We are the Chip and Dabbles. Right. And what's your dream, all of you? Our dream is to express the talent that we have. Great. Best of luck. Thank you very much. It's terrific. Back up a little. That's terrific. Are they? They must be. The Chip and Dabbles. Clever. Maar ja jongens, dat was eigenlijk alweer deze video. Bedankt voor het kijken. Als je deze video nou leuk vond, laat dan zeker geen like achter. Wat? Als je deze video nou leuk vond, vergeet dan zeker geen like achter te laten. Abonneer zeker als je er nog niet bent. En yo, ik zou zeggen later. Joe.